De logopedisten zijn naar de bijeenkomst geweest. Die hebben uitgelegd wat het taalbeleid inhoudt. En aan de hand van het ouders taalbeleid hebben wij onze leerlijnen vormgegeven. Ja, een van de dingen is dat wij als ambulant begeleider in een organisatie komen. Dat zijn dan de scholen. En die scholen hebben allemaal hun eigen visie, hun eigen ideeën over hoe taalonderwijs eruit moet zijn. Ze hebben ook hun eigen methode. Kinderen die hier binnenkomen, die hebben een auditieve beperking. En daardoor is de gesproken taal niet of nauwelijks toegankelijk. En wat wij hier willen bieden is, de Nederlandse gebarentaal is de taal die wel toegankelijk is voor deze kinderen. En als ambulant begeleider moeten we dus met onze visie op taal, dus ons taalbeleid, in die organisatie binnenkomen en kijken hoe we dat passend kunnen krijgen, zodat dat kind toch dat krijgt wat nodig is en dat die uitgangspunten niet op elkaar botsen. Ik wilde heel graag de samenwerking verbeteren tussen de peutergroepen onderbouw en de ouders peutergroepen. En dus eigenlijk een verbetering in de ketenzorg. En dat was natuurlijk een heel breed begrip en ik moest een en het ander gaan afbakenen. En omdat ouders als speerpunt taalbeleid heeft, ben ik daarvoor gegaan. Het project Meertaligheid is opgezet, waarbij een meertaligheidsspreekuur is ingesteld. Waarbij we dus wat specifieker kijken naar hoe kun je onderzoek doen naar die meertaligheid. Hoe kun je een tolk inzetten? Hoe kun je die moedertaal dus beter in kaart brengen? En dat is een heel duidelijk voorbeeld van hoe het AC daar het afgelopen half jaar mee bezig is geweest. En ja, zoals iedereen weet, is taalbeleid echt een heel groot iets en bestaat uit heel veel aspecten. En daarom zijn we het gaan verfijnen. En uiteindelijk hebben we een toetskalender ontwikkeld. En die toetskalender geeft een heel helder overzicht over wanneer welke kinderen getoetst moeten worden met welke test. En het is helemaal afgestemd op de zorg- en de onderwijsindicatie en de CI-afregelingen die plaatsvinden. En die toetsonderdelen die sluiten naadloos aan op elkaar. Nou, we hebben nagedacht over wat moeten onze leerlingen hier in Goes kennen en kunnen om door te kunnen stromen naar het mbo of naar werk. Daar hebben we leerlijnen bij gezocht en gekeken of dat dan strookt met wat in het taalbeleid beschreven staat. En gelukkig is dat zo. We hebben de doelen gehakt in periodes van een jaar. Dus we hebben voor mondelingentaal jaarplannen gemaakt. Met daarin aan het eind van de eerste klas moeten leerlingen dat kennen en kunnen. Dat hebben we weer terug vertaald naar een periode. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Dus er staat per les staat nu beschreven wat aangeboden moet worden, welke doelen behaald moeten worden, hoe dat geregistreerd wordt en hoe dat meegenomen wordt in het systeem van leerlingenzorg. Zodat we ook beslissingen kunnen maken op basis van het niveau wat een leerling laat zien. Of kunnen ingrijpen om een leerling te remediëren. Of om een leerling van uitstroomprofiel werk bijvoorbeeld gefundeerd naar mbo te kunnen laten gaan. Nou, op het gebied van tweetaligheid, en nou moet je mij helpen, wordt er naar mijn gevoel niet, ik weet niet of ik het goed zeg, maar wordt er niet uitgebreid genoeg over gesproken. Ik vind op het moment dat je tweetaligheid biedt, dat er dan meer gebarentaal op de groep moet zijn dan dat er nu is. Ja, de dingen die we besproken hebben, hebben we op papier gezet als uitgangspunten. Die hebben we aan ons managementteam gepresenteerd. Een van de dingen die we daar heel belangrijk in vonden, wat ik net nog niet genoemd heb, is dat de alinea over medewerkers en wat er van medewerkers wordt verwacht ten aanzien van het taalbeleid in het oorspronkelijke boekje heel mager is. Dat is maar een half bladzijde. En juist als ambulant begeleiders ben je experts en je werkt in een expertisecentrum. En van daaruit vinden wij dat het op peil houden van die expertise en het voorlopen op ontwikkelingen, dat we dat heel belangrijk vinden. En dat hebben we besproken met ons managementteam. En het managementteam heeft nu aan ons weer de opdracht gegeven om eens na te denken over, ja, hoe zou die scholing er dan uit moeten zien? Wat vind je bijvoorbeeld een soort basale scholing die nodig is, een basale kennis die nodig is voor ambulant begeleiders? En wat zou je in een soort cyclisch proces daar weer
op nodig vinden. Maar dat is toch ook vanuit het taalbeleid als een soort basisstuk. Nou, de meerwaarde is denk ik wel dat we op een gegeven moment echt er naartoe gaan. Dat er eenduidigheid is over sowieso terminologie binnen Auris. Maar ook dat er vanuit alle kanten veel expertise is. Dat dat uiteindelijk tot één visie of één beleid samengesteld wordt. Een mooie aanvulling aan het taalbeleid zou zijn, denk ik, om een na te denken over hoe je bepaalde aspecten van taal, mondelinge taal, schriftelijke taal, hoe je die bij een cluster 2 leerling aanleert. Omdat dat gaat anders dan in een reguliere VO-school. Anders zaten ze hier niet. Hoe doe je dat dan? Een presentatie, op wat voor manier komt dat het beste binnen bij een cluster 2 leerling? Nu hebben wij dat zelf bedacht. Maar ik kan me voorstellen dat dat een goede vervolgactie zou zijn binnen taalbeleid. Wat ik net zei, die uitbreiding voor medewerkers, denk ik dat ik dat heel belangrijk vind. En daarnaast voor ambulant begeleiders. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nog andere instellingen of groepen zijn. Dat er toch of aanvullingen nodig zijn. En bij ambulant begeleiders zit hem in dat stukje coaching en dat stukje overdragen. Dat aparte kennis en vaardigheden vergt. Ja, dan kom je toch weer bij die scholing uit van de mensen zelf. Wat ze nodig hebben. Zelf als logopediste ben ik vooral door het taalbeleid gaan kijken naar mijn eigen handelen. Ik werk zowel voor de peutergroepen als voor het AC, dus dat is op twee vlakken wel gebeurd. En je gaat nadenken over hoe je taal aanbiedt tijdens onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook hoe je taal aanbiedt aan ouders. En hoe je taal aanbiedt in verslaglegging. Wat ik nog extra wil benadrukken is dat de Nederlandse gebarentaal een volwaardige taal is met eigen grammatica, eigen lexicon. Maar dat het ook een taal is wat hem, als het goed verworven wordt, dat een basis kan vormen voor het leren van de gesproken taal. En dat vind ik nog wel heel belangrijk om te zeggen. Een aanvulling op het taalbeleid? Nou, ik denk dat als je zegt het is een groeidocument, dat me dat inderdaad heel goed lijkt. Want de organisatie is in beweging en je kunt dat niet nu vaststellen en dan zeggen de komende jaren ligt het vast en zo gaan we het doen. Dus ik denk ook dat daar ontwikkeling in moet blijven zitten. En dat het goed is dat we met elkaar daar het debat of het overleg in zoeken om daar steeds in te verbeteren. Nou, ik ben heel erg trots wat wij hier nu als peutergroepen doen met het taalbeleid. We zijn echt een voortrekker hierin en ik ben trots op mijn medewerkers dat wij, ja, dat wij dit met z'n allen gaan neerzetten. Het is natuurlijk een heel proces, maar wij komen er wel.